Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe Let's Play. Vandaag gaan wij snuffelen op de paardenmarkt en kopen wij misschien een nieuw paard die ik zelf kies. Wow, dat ooit gebeurt. Nee, ik heb een aantal beesten die ik eigenlijk wil kopen, die ik zeg maar nooit de tijd had om te kopen. En ik dacht, waarom zou ik jullie niet meenemen in dit proces van een keer een paard kopen die ik heel lang al wil en nog niet heb. En een paard die ik nog niet heb, wow, kan dat? Ja, het kan. Het is dus zo, ik heb een bepaald ras, heb ik dus wel de nieuwe varianten, maar niet de oude varianten. Weet je waar het heen gaat? En de oude waren altijd heel duur. En dat waren de allereerste nieuwe beesten die uitkwamen die niet Yorkshire Warmbloeden waren. Of het model van Yorkshire Warmbloeden. Ja. En die update kwam ergens uit in 2013. Of 14, volgens mij 13. En ik heb ze al 6 jaar lang niet gekocht. Dus ja. Dat gaan we nu doen. En hier staan dus de paarden van de nieuwe. Ik wil van de Yorkshire Warmbloeden trouwens nog best wel graag deze zwarte. Maar dat komt wel een keer, denk ik. En we gaan nu roteren. Want we hebben er 1. Dit is dan set 2. En daar staat hij tussen. Hey, deze heb ik als het goed is. Kijken. Ja, deze 2 heb ik. Oh, pretty. Die kan ook nog wel. Deze vind ik ook leuk. Dat zijn die akkaltekens. Nee, ik weet niet wat ze zijn. Ze zijn net iets anders dan Yorkshire Warmbloeden, maar net niet. Oh, self-parantie. Ze zijn net iets anders dan de Yorkshire Warmbloeden op een of andere manier. Set. Die zijn de Arabieren. Nu vind ik die Arabieren niet zo mooi. Ik heb er 1, maar houd bij op. En ik ga echt geen Arabier kopen in mijn leven. Het zijn de oude paints en een paar Moraps. Oeh. Andalusios. En 1 Arabier. Maar we komen voor deze. Nee, niet voor de big friends in mijn leven. Grote. Vriendelijke. Ja, dit is waar we voor komen. De Friezen. En ik heb dus al een deze Fries met een blesje, maar ik heb dus geen totaal zwarte. En laten deze nou net zo lekker goedkoop zijn eigenlijk. En deze geeft een beetje licht. Het zijn 790. Dit is de zwartste en ja, er zijn dus zeg maar 3 tinten en ik wil dus de zwartste van de zwartst. En je hebt deze, die geeft een beetje licht en deze is, ik weet niet wat het is, deze twee lijken op elkaar, maar ik wil deze. En ja, deze gaan we dus even halen. En ik wil een naam geven, maar ik weet even geen naam. Ja, dus dat gaan we gewoon lekker zoeken. Ja, en dat is heel moeilijk. We gaan gewoon lekker door. Ik wil hem gewoon een naam geven die bij hem past. Maar ook niet, ja, raar is. Kijk. Twilight was wel een leuke naam. Oh my god. Als iemand weet wat ik nu ga doen, shout out to you. Waar is de thee? Ik wil de thee. Give me some tea. T. KLMNLMNOPQR. ST. Ja, hier zijn we thee. Tuxedo, wel leuk. Ha! Twilight Sparkle. Ja, het wordt hem. Het is het beest van My Little Pony. Ik vind het echt heel grappig om die naam te hebben. Oh, dat vind ik echt grappig.
Fucking, oh my god. Dit is de beste naam tot nu toe. En we gaan zo naar Twilight Sparkle pakken. En dan gaan we nu even kijken wat in die andere sets zijn, want dat weet ik nog niet. Oh, de ponies. Die heb ik allemaal. Oh, hier zijn meer ponies. Dus de laatste twee sets zijn ponies. De ene laatste twee sets zijn... Oh. Nog een lege plek. Dit is Ruby Trouble. Die heb ik. En dit vind ik het allerlelijkste paard op 6 en zo. Die, vanwege de mana. En ik weet zeker dat die ooit in een stal komt. Gewoon puur omdat iemand zegt van je moet dit kopen. Als, weet ik veel, faal van challenge. En dan zijn we nu weer bij de, ja, bij de goede paarden. Ik wil echt deze. Die is zo leuk. Ik vind hem echt, hij heeft iets en ik weet niet waarom. Deze schepen blessing vind ik zo leuk. We gaan Twilight Sparkle ophalen. Wee. Oh, dat is echt... Mensen gaan me waarschijnlijk echt wel gek klaar dat ik een oud model koop. Maar weet je, het zal allemaal wel. En waarschijnlijk gaat mij ik weer lekker een netwerkfout krijgen. Omdat ik altijd een netwerkfout krijg als ik een paard koop. Blijkbaar op een of andere manier. En oh, daar staat hij hoor. Ik denk dat ik hem zit te doen van mijn Andalusier. Want Andalusier is nog niet aan de beurt met trainen als jullie het zien. Ik neem een paar dingen altijd een beetje wat eerder op. Omdat ik... het anders druk heb en jullie wel altijd video's. Dus ik neem gewoon lekker op wanneer ik zin heb. Zodat het altijd op de zondag Let's Play's tenminste wat leuks is. Of extra. Met de streams. Oh, Twilight. Oh, het is zo gek. Het is mijn eerste vries. Oude vries. Oh, dit vind ik leuk. Dit vind ik echt fantastisch. Ik ben in love met dit beest. Ja, waarschijnlijk iedereen die weet al van... Ja, ik kan er niet over uit. Ik vind het echt geweldig. Ik vind dit nog steeds een van de leukste beesten die er zijn. Ook al zijn ze oud. Fantastisch. Ik ben al eens zo blij geweest met een oud beest. Oh ja, de manen konden toch niet aangepast worden of wel? Het is wel niet met de vriend, maar wel wat anders hier. Dat dat echt de reden is dat ik ze niet wilde, maar ze zijn wel echt super vet. Hij galoppeert zo oud en leuk en dat nostalgisch gevoel weer. Dat dit uitkwam. Deze vries zat ik in groep 8. Ja, Friese paarden zijn al uniek. Ik weet nog helemaal precies dat het uitkwam en ik zat toen in groep 8 en ik wilde ze hebben. En toen probeerde ik op de schoolcomputer online te komen. En dat duurde 6 uur met downloaden. En het was zo vet. Ik kwam weer dat ik online kwam en ze waren er. Maar ik had toen zeg maar nog geen lifetime en nog geen star coins. En toen kwam het er ponies uit een maand later. En die wilde ik liever. Waardoor ik deze nooit echt geld had om te kopen. Want deze waren 990 star coins of zo. En dat was zo duur eerst. Maar iedereen had ze. Ze waren zo vet en zo nieuw. En iedereen vond ze geweldig. En het was echt fantastisch. Ja. Dat is voor mij. Letterlijk. Ik heb tweede jaar MBO. Zo'n jaar. Dus 6 jaar geleden in principe. 5 of 6 jaar. 5,5 jaar. Want ik zat toen in groep 8. En toen was ik iets van 11 of 12. Nu ben ik 18. Zoals ik 12 of 13 in die tijd. Maar dat is dus heel raar om te beseffen dat ik zeg maar na zoveel jaar pas de PP's heb gekocht. Terwijl ik zeg maar er zoveel nostalgische herinneringen aan heb. Oh jongens, ik ben zo blij en ik doe gewoon ineens een race wat niet de bedoeling is omdat ik ze moet trainen. Weet je, het maakt allemaal niet uit. Oh, we rijden deze race uit en dan is dit een kortere let's play. Met heel veel nostalgie voor mij in ieder geval. En ja, dat dus. En ik vind het zo vet beest. Oh, ik ben nog nooit zo blij met zo'n beest. En ik heb eigenlijk echt zo lang niet het beest gekocht. Ik heb wel de sportpaard gekocht omdat die goedkoper was. Maar puur omdat deze altijd zo duur was, hield het me terug van nee, doe het niet, koop het niet. En ja, dat is inderdaad heel naar. Voor mij dan. Hey, championship. Wat leuk. Voor mij is dat echt apart. Nee, ik ga... Ja.
terug bij een home stable in. En ze lekker level 2. Ach, oh, deze schon was goed. Geen peesjes schon. En Andalusiërs schon dat wel. En volgens mij is het enige verschil tussen Andalusiërs en de Friese zijn die sokjes. Ik zweer dat. Oh, ze kunnen wel bandages om. Oh, wat leuk. Oh, ik rijd naar mijn kast. Ik heb geen idee waarom. Wacht, Andalusiër zie ik ook nog. Daar. Nee, ik kom hier. Wat om iets verder lopen. Nee, kijk. Friese hebben... Hoe ver is die? Ik ga weg. Nee, de sokjes hier zitten. Kijk of ik dat goed kan zien. Nee, dat zit dan in stal. Ja, kijk. Sokjes. Geen sokjes. Dat is letterlijk het enige verschil. Met de modellen. Oh jongens, ik ben zo blij. Kijk hoe gaaf ze zijn. Nou, ja. Zetten de sokjes weer aan. Dat ik een stuk mooier heb gegooid. Hoe ver is het lekker weg? Of... Ja, dat dus. En ja, dan bedank ik jullie voor het kijken naar deze kortere let's play. En ik hoop dat jullie het alsnog leuk vonden dat ik even iets koos dat ik zelf kocht in plaats van jullie. En vergeet niet te liken en te abonneren. En ja, ik ga het niet vaker doen. Want dan ga ik zo hard op mijn Starcoins heen. Maar goed, als weer een nieuw paard kopen, komt altijd wel weer. Maar ja, dan zeg ik... Houdoe!